Hallo, 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 hallo. Yes. Welkom bij de Scovillains. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat DJ. We gaan weer iets lekker pittigs eten. Mochten jullie onze content leuk vinden, zeker even abonneren op ons YouTube kanaal. Ons volgen, liken op Facebook, Instagram, TikTok, TikTok ook. Ik krijg weer een cadeautje vandaag van TJ. Ik ga dat op 3 punten beoordelen. Hoe pittig is het? Wat is de smaak? Of wat vind ik van de smaak? Wat vindt TJ van de smaak? En hoeveel we ervan gaan zweten? TJ? Dennis! Wat heb jij voor cadeautje? Ik heb nu... Dat ging snel. Wil je even zitten? Ik heb het heel mooi ingepakt. Ja. Ik heb er ook een striksel bij genomen. Oeh, straksies. Kom van, hè? Ja. Zonder te kijken. Ik ga dit uitpakselen. Mag dat? Ja, dat is wel de bedoeling. Anders was het een heel kort filmpje met niks. Het is sambal. Weet je niet. Nou, lijkt wel heel erg op sambal. Oh. Van Shari's Super Sambal. Nou, Shari Super Sambal, heel leuk klein bedrijfje uit Huizen van Shari en Sien. Zij hebben uit voorliefde voor pittig eten een klein sambalbedrijfje opgezet. Eigenlijk naar recept van de sambals van haar opa en oma. Alle sambals zijn ook vernoemd naar familieleden. We gaan in deze reeks alle sambals proeven en beoordelen. Shari's link vinden jullie hieronder in de comments. Ga zeker even op mijn website kijken en bestel die sambals. Dit is Oma Sambal. Oma Sambal is de bestseller bij Shari Super Sambal. Ja, bestaat voornamelijk uit rode pepers met ui, knoflook, wat Indonesische ingrediënten zoals Laos, Trassi en Damsalam. Dat is een citroenachtig blad. Leuk aan Shari Super Sambal is ook altijd, er staat op Buatan Sendiri, oftewel huisgemaakt. Ik ben heel erg benieuwd. Let's go! Sambatkeuren! Sambatkeuren! Oh, lekker. Ruikt al lekker. Laten we gaan proeven. Oh, mijn maag knort. Goed teken. Ja, heel lekker. Er zit heel veel smaak in en dat komt omdat de sambal gebakken is. Maar je proeft inderdaad wel heel goed de ui en de peper en ook de damsalam, de citroenachtige blad zeg maar, dat proef je ook goed. Niet heel heet, qua Scoville-punten zit deze denk ik, ik denk wel rond de 2500 punten. Dat is net iets hoger dan sambal, dat is hier. Laag hè? Ja. Pittigheid dus, je voelt wel een licht pittigje. Is dat een woord? Wat? Pittigje? Nu wel. Oké. Okay. Ja, je hoeft dat niet weer. Mag wel. Ik denk pittigheid een 1. Ja, een 1. Een Dennis 1. Een Dennis 1, ja. Qua smaak, ja, heel erg lekker. Heel authentiek. Je proeft echt de Oosterse smaken in die sambal. Ik geef deze qua smaak een 7,5. Erg lekker. Qua zweetrating, het is toch een beetje. Dus een 1 ook. 1,5. Kijk, 1? Ja. Ik bedoelde 1,5. Wist ik. Kibbelik, kibbelik! Oké, maar je mag best wel wat op. Hè? Want buikpijn krijgen we toch wel. Komt-ie. Goeie combi. Erg lekker. Nou, ik ga even kijken wat TJ is. Veel plezier bij hem. Hallo, wat TJ. Grapje. Ja. Hallo. Hallo, TJ. Hey, leuk. Welkom. Hey, weet je wat ik altijd blij ben? Dat we dit rond lunchtijd doen. Want ik heb een klein beetje honger. Zo. Dit ruikt echt lekker. Staan ook alle ingrediënten staan ook als icoontjes op het etiket, hè? Zie je dat? Ja, klopt. Leuk. Oh, en hier? Hallo lepeltje. Oh, dat vind ik echt lekker. Ja. Oh, wow. Mag jij die mee naar huis nemen of vind je daarvan? Ja? Het is wel zoeter dan een
dan een normalere sambal, zeg maar. Dus zit wel, je merkt wel dat er wat meer suiker misschien aan toegevoegd is. Maakt het wel heel toegankelijk. Ik ken wel een aantal mensen die eigenlijk geen pittige eten of sambals durven te eten, maar die kunnen dit best wel goed handelen, denk ik. Het is echt lekker. Sambalen, sambalen, sambalen. Jij kan die sambal wel handelen. Kibbeling, kibbeling. Goed. Die smaak. Voor een sambal, ja, ik ga 8,3. Tjoo. We gaan een keer van de halve af. Ja, mag inderdaad. Dat? Ja, blijkbaar. Nou, dat kan. Pittigheid? Nee, een 1. Anderhalf. Een TJ wel, anderhalf. Ja, een anderhalf. Hij is eigenlijk niet pittig. Zweet? Wel, hè? Ja. Beetje of zo. Wel, anderhalf. 1,8. Op mijn zweet. Op mijn jukbenen. Ja. Die kan je niet zo goed meer zien, Theo. Dat is dit toch? Ik snap wel dat dit de bestseller is. Ja. Hele toegankelijke sambal gebeurt. Vrij veel smaak. Ja, gewoon heel goed. Ja. Echt heel goed. Dit was... Dit was Shari's Super Sambal. Oma's Sambal, de bestseller bij Shari. Vergeet even niet op die website te kijken. Kijk even in de beschrijving van de video, ook in de comments, naar de webshop. Het zijn heerlijk sambal, ze zijn niet duur. Huisgemaakt, authentiek, super lekker. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, dat helpt ons enorm. Vergeet niet te volgen op Facebook, te liken op Instagram en te kijken op TikTok. Oh, dan krijg ik het ook. Lekker, hè? En mijn nek tot de volgende keer. En vergeet niet... Stay spicy!